Here we go! Geweldig! Jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond aflevering. Vandaag gaan we eindelijk verder, ja, ten opzichte van de vorige afleveringen. Want, ho, wacht, het is op dit moment dat ik dit stukje van de video opneem, vrijdag. En dat betekent dat we gaan kijken in de Valley Windrush, of dat Drifloon daar natuurlijk te vinden is. Nou, we gaan er als een speer heen. Want het is 8:30. Dus ja, als we het lang over te gaan doen, dan hebben we natuurlijk is Drifloon weg. Dus we gaan even de verkorte versie nemen. De CUT versie. Want anders dan gaan er gekke woorden vallen. Oh, dat is zo gebeurd, joh. Nou, kijk. En deze helemaal snel om. Zo, er zat iets vast in mijn keel of zo. Jeetje. En dan zijn we er al. Even kijken. Dit is uiteraard de route waar we snel en makkelijk naar beneden kunnen. Dus dat is ook nog de laatste. Dat was deze. En dan staan we als goed is oog in oog met... Ja, daar is... Oh, kijk eens aan. Dat is goed. Jeetje. Dan gaan we even opslaan. Dan gaan we even opslaan. Ik had verwacht dat hij in het gras zou staan. En ik had ook niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Wat een raar ding, joh. Ha! Shiny? Oeh, dan krijg ik eerst mijn trainer te zien. Is dat dan een soort van rare span of zo? Ik weet niet. Nu krijg je eerst je trainer te zien voordat je de Pokémon direct ziet. Dat is heel apart om te zien. Nou, anyway. Level 22. Dat is best redelijk. En wat gaan we dan doen? Ik ga denk ik even met Soarin Jr. Want... Ja, nee, Bidoo gaat het sowieso niet redden tegenover een Drifloon. En dan kunnen we weer een nieuw Pokémon aan de Pokédex toevoegen als het allemaal lukt, uiteraard. Focus Energy. Nou, nah. Interessant. Gaan we hem gebruiken? Hoe heet die? Drifloon. Ik denk het niet. Ik heb uiteraard al een Stravia. Op dit moment. En ja, een Gliscor zit er ook misschien aan te komen. Dus ja, dat is een van die twee zal onze flyer worden. Dus, nou, je weet het niet. Hij is in ieder geval in het rood. Even kijken, dan gaan we even kijken. Oeh, jeetje, Shadow Ball. Zo, die heeft hij al wel, zeg. Moet je kijken. Oeh, maar dat is wel een mooie animatie. Dat is wel een toffe animatie. Gaan we eens even kijken. Move info. Dat is 30. En dat is 50. Oké, dan kunnen we nog... Waarschijnlijk kunnen we nog wel een pet... Als we geen critical hit krijgen. Gelukkig. Ik dacht echt, dat meen je niet. Dat meen je niet. Oh, dan ja, kunnen we hem vangen waarschijnlijk. We hebben ook nog genoeg ballen gelukkig. Dat ook even iets dat... Ja, en dat schiet je uiteraard pas te binnen als dat je vlak voor de Pokémon staat en hij in het rood staat. Hè, dan pas ga je bedenken, heb ik nog genoeg ballen? Hij zit erin. Ik word er echt best wel enthousiast van als ik Pokémon vang tegenwoordig. Een tijd geleden ook. Blastoise toch even... Ja, ik ga het nu ook zo bij naam noemen, dat is goed bezig. Blastoise toch een leveltje. It's a Pokémon formed by the spirits of people and Pokémon. It loves damp, humid seasons. Nee. Ik ga even zijn summary kijken. Wel interessant. Benieuwd. Serious. Oké. Okay. Dat is niet verkeerd. Geen slechte. Geen slechte Drifloon. Blij mee. Geen shiny, maar oké. Okay. Dat is helemaal zo. Ja, we hebben een beetje stilgestaan. Hier zo in Eterna City. We zijn wel op de fiets gegaan. En ik zal even kijken of de map erbij kan pakken. Naar beneden. Hier zo naartoe. Op dit stukje waar we de grot in kunnen. Hier zo naar rechts zijn we nog niet gegaan. Ik denk dat we dat vandaag gaan doen, want dit is Celestic Town. Oh, hier is mijn doel. Oké, dan moeten we daarin. Ja, dan gaan we toch daarin, denk ik. Oké, dan gaan we toch daarin. En dan hebben we vorig jaar ook natuurlijk deze dinges bezocht. De Olchetto, inderdaad. Dus ja, deze weg is nog open, maar dan komen we dan een andere keer wel langs. Dus ja, we gaan naar beneden. Team, even checken wat daarmee aan de hand is. Dat is nog steeds... Blastoise de Budu, Peppy de Lucio, Soarin Jr. de Primblub, Sami de Staravia en dan Tlajan is nieuw de Scorupi. Helaas niet de beste nature, maar oké, dat moeten we even mee doen. Nou, dus we gaan op de fiets. Even kijken of we die aan kunnen zetten. Use this item, huppatee. En dan gaan we even rustig aanzetten, want ik heb niet zo zin om te haasten. Dus ja, we gaan weer verder met het verhaal. Dit komt er neer. Eindelijk. Eindelijk, want het heeft al geduurd. Even een boertje laten. Kijk, dat is beter. Dan kunnen we ook nog die grot in. Maar dan wordt weer afgeleid, hè. Ongelooflijk, die zeuren. Ik denk dat we gewoon even met de verhaal verder gaan. Laten we dat maar even doen.
Laten we, lijkt me wel zo handig. Lijkt me wel zo handig. We zijn hier vorige keer Dawn tegengekomen. En dan ga ik hier even van mijn dinges af, want anders dan wordt het wel erg razen of snel. Even kijken, die moeten we naar beneden. Dat gaan we niet doen. Hier zo. Sorry jongens. Jeetje. Ik ga even praten en we gaan meteen gapen. I wear shorts the whole year. I have not energy to burn. Hier zijn we de vorige keer inderdaad niet naartoe gegaan, omdat ik toen bang was om dus trainers tegen te komen. En ik denk dat dit een mooi moment is om Budu een beetje verder te trainen. Oh nee. Ja. En precies als ik dat zeg, wordt er een Staravia naar me toe. Oh, 15. Oh, level 15. Oké. Okay. Ja, met dit. Nee, ik heb alleen maar gras aanvallen, dus het gaat er gewoon niet worden. Dan gaan we toch maar even Peppy doen. Ook mijn volgorde loopt niet helemaal lekker meer, moet ik eerlijk zeggen. Want we zouden voor mij juist Søren Junior moeten trainen. En niet Peppy. Peppy die wel een beetje gehad. Maar ja, maakt niet uit. Oh. Zie je die achtergrond, jongens? Zien jullie die achtergrond? Dat is de Mount Coronet. Ik dacht op Mount... Nee, Mount Silver sowieso niet. Ik dacht Mount Coronet. Maar dat is wel tof dat het erbij staat. Dat vind ik wel gaaf gedaan. Dat vind ik wel gaaf gedaan. Starly is down. Dat is echt wel makkelijk. Chimchar. Oeh, dat was ook niet handig geweest. Want ook de Chimchar is sterk tegen Bidoo. Dus ja, toch maar goed dat we de switch hebben gemaakt naar, in dit geval, Peppy. Even kijken. Geodude. Kijk, dat is dan wel weer een goeie. Dat is dan balen. Maar we kunnen alsnog switchen. Budu. En hoop ik wel trouwens dat de volgende trainers dat die wel een beetje rock en ground type Pokémon hebben. Want anders dan... Ja. Zou het een beetje zonde zijn. Oh oh. Rock Polish. Nou, dat vind ik dan prima. Ik denk niet dat we nou echt heel blij moeten of heel bang moeten zijn voor Geodude. Qua ja, kracht of iets dergelijks. Dat die in ons in één keer kan neerhalen. Want ja, het zou eerder zo zijn dat wij hem neerhalen, want wij zijn een gras-Pokémon. Nou, eerste trainer voorbij. Jammer eigenlijk dat ze toch zo'n laag level zijn. Having lots of energy isn't good enough. Dat klopt. My Pokémon don't wear anything. I worry that they'll be cold. Nou, ik zou me daar geen zorgen om maken, mannetje. Even kijken wat hier nu allemaal... Jeetje, het zijn wel heel veel... Het is veel Pokémon en trainers, zeg. Oh, jongens. Pokéballen bedoel ik. Wahaha, Lotter brings good fortune. Nee. Nah. Niet helemaal mee eens. Niet helemaal mee eens. Hiker Kevin. Geodude, kijk, dat willen we zien. Dat willen we zien, want die is lekker makkelijk te verslaan. Moeten ze geen Sturdy hebben. Want dan blijven ze alsnog met 1 HP hangen. En dan moeten we alsnog 2 aanvallen doen. Kijk, dat is beter. Ik weet trouwens niet wat zijn andere ability ook weer zijn. Iets van Sandrus of zo. 109 XP. Ja, jongens, kom op zeg. Hey. Ik snap dat het level 15 en 16 is. Maar waarom eigenlijk? We hebben net de gym verslagen. Dat waren al level 18, 19. Volgens mij zelfs level 20 Pokémon. Hoog. Rond de 20. En dan komen we nu opeens Pokémon tegen op een route verder. Waar ze dat niet hebben. Ik tap het niet. Ja, nou is wel handiger denk ik als we dinges gaan switchen. Lucio. Want, of, nou ja, laten we, ja, nou ja, laten we dan ook maar dinges naar level 30 trainen, Lucio, denk ik. Als we dan top bezig zijn. Ja, maar ook niet uit. Evolutie is, ja, het is eigenlijk het meeste zit te wachten op een evolutie van Bidoof. Want, hey. Dat is de Pokémon die we nou graag, die nog wat sterker kan zijn. Komt hier met een Geodude. Doe dat dan gewoon allemaal een Geodude achter elkaar. Maak het mij wel makkelijker. We moeten nu steeds switchen. Kunnen we weer naar Peppy toe. Of naar mijn Blastoise toe. Ongelooflijk dit. Even kijken hoor. Rock Polish. Nou, dat kennen we nou wel. Dat vind ik prima. Laten we maar eens even kijken. Wat Bidoof kan doen. Hopelijk geen Sturdy. Perfect. Helemaal mooi. Ik vind het een leuke omgeving zo. Met die steeds wisselende achtergronden. En ook, ja, ook gewoon mooi gedaan. Ik ben er heel blij mee. Hyder Kevin is down. Wahaha. There's nothing that I can do but laugh.
Ja, dat moet leuk zijn, maar ik snap niet waarom. Go ahead and laugh at me. Wat jij wil. Hier moet wat liggen. Dat dacht ik al. Hier moet wat liggen. Hier moet wat liggen. Rare candy. Goeie item. Goed item. Er zit ook een tear hit. Iets minder. Iets minder. Dan hebben we hier zo. Dan gaan we die als laatste doen. Dan gaan we hier naar die mevrouw toe. Oké. Let's be quick about this. En dan zien we daar een aparte muur. Zagen jullie dat? Rock climb. Heel interessant. En dit is een meditite. Dus een verschillende trainers hier, zo, met verschillende Pokémon. We hadden net natuurlijk als Terevia een Chimchar. Nou, nu weer een Meditite vecht Pokémon. Het is echt een chaos. Confusion. Daar ben ik niet zo blij mee. Is dat super effectief? Het is super effectief. Wij zijn toch part poison dan. Ik dacht het al, maar ik dacht misschien dat Pidgeot alleen nog even gras was. En jullie hebben misschien ook wel gezien dat. Nee, dat is niet waar. Nee, dat hebben jullie gezien. Nee, laat maar zitten. Ik heb niks gezegd. Opposing Meditite Fainted. Blastoise level 25. Zou dat dan het level zijn, jongens? Machop. Ook die moeten we kunnen hebben. Want hè, vecht is niet sterk tegen poison. En wij zijn dus poison. Want net was een. Confusion super effectief, ja dat was hem. Dus ja, als alleen maar gras zijn, dan is het neutraal. Dus dat is niet waar. Low Sweep doet onze speed tank. Ja, nee, dat maakt niet uit, Dat is wel, ja, Low Sweep Bidou. En not very effective. En Bidou is zo licht als een veertje, dus nee, dat gaat niet veel schade doen. Match up down. Ik zal niet ervoor het speed dat opleveren, maar ik denk wel iets meer dan normaal. No way, give us another battle. Alright, I'm out of Pokémon. Ik moet toch een keertje ophouden. Ik bedoel, je kan wel blijven Pokémon gooien en blijven battelen, maar. Eindelijk. En wat ben ik daar blij mee, zeg. Oh. Een Roselia. Seuren, niet vergeten hierboven alsjeblieft, want dat. Nee, dat moet wel professioneel blijven natuurlijk. Roselia. Thorn Pokémon. Roselia raised on clean drinking water are known to grow vividly colored flowers. Sweet scent. Oh, ik dacht, nou, dat klopt echt de move van mijn leven. Nee, dankjewel. Poison Sting. Ook niet echt geweldig. Het is een fysieke aanval. Ja, nou. Nee, eigenlijk ook niet. Nee, ook niet. Ja, eigenlijk wel, ja. Sorry Roselia, maar. Oh, ik ben er blij mee. I like the way you battle. Roselia in de pocket. Even kijken. Level 25. Kijk, en daar gaan we eens even. Oh, nee, ik wil niet swappen. Ik wil summary checken. Kijk, special attack 59. Special defense 50. Speed 46. Defense 30. Attack 35. Niet verkeerd. Heel blij mee. Eindelijk. Nou, dat is mooi. Ja, laten we ook meteen battle doen, waarom niet? Ik wilde eigenlijk naar die dubbel battle gaan. I just got to Mount Coronet, but we still got fuel in tank. Nou, ik denk niet dat je er vandaan komt, maat, want je loopt dan de verkeerde richting op. Maar maakt niet uit. Justin, maakt niet uit. We vergeten je. Geodude. Kom maar op met dat ding. Die kunnen we wel hebben. Blastoise, I know you can do it. Even kijken. Absorb. Hoppa. Super effectief. En inderdaad weer HP. Kijk, dat gaat lekker. Dat is precies even wat we nodig hadden. Een Geodude of iets van Onix of zo. Of een ja, Graveler dan, maar dat is allemaal hetzelfde. Een Ground en Rot-type Pokémon. Bronzor. Dat is wat minder. Interessant Pokémon, dat wel. Maar niet waar we naar op zoek zijn. Even kijken. Dan ga ik dan toch weer naar Peppy. Peppy heeft en elektrische aanvallen, wat neutraal is. En Bite, wat super effectief is. Ja. Het blijft toch de beste keuze, die Peppy. Even rijden. Wat gaat hij doen? Gyro Ball. Kijk, dat is mooi. Want dat doet 0,0 schade. Kijk. 1 AP was dat? Voor mij wel. Gaan we voor de bite? Ja, we gaan wel voor de bite. Super effectief. Super. Snap je hem? Nou, laten we even rijden. Wat is dit? Defeated Hiker Justin. Oeps, that didn't take much to beat us.
We need to rest up in Arbor City before heading to Mount Cronut again. Een super potion, ook niet onbelangrijk, want die hebben we de laatste tijd vaker gebruikt dan normaal. En een dubbelbattle, go for it my Pokémon, I'll do my best too. Go do it my Pokémon, I work hard too. Nou, twee stimulerende mensen, die dus de ander willen verbeteren, of de Pokémon willen groeien, laten groeien. En gelukkig maar twee Pokémon, nou, dan hoop ik dat het een beetje een Ponyta en een Pachirisu. Ja, ik zie een Ponyta en een Pachirisu. Dan heb ik al meteen een gameplan. Intimidate. Kijk, dat is al fijn. Dat is fijn. Hij is ook het snelst. Zien we de, als, nou, dat weten we niet zeker. Want we weten natuurlijk niet wat voor abilities de andere Pokémon hebben. Dan gaan we Grassnot op die. En dan met Peppy gaan we uiteraard Spark doen op Ponyta. Want Ponyta die willen we natuurlijk niet hebben. Omdat Roselia dan Blastoise in gevaar loopt. Kijk, perfect. Ponyta down. Zijn het gelukkig natuurlijk niet de meest hoge level Pokémon, maar ja, het zou toch zonde zijn. Grassnot door Roselia, niet al te veel schade. Dat kan wel kloppen, want voor mij is Pachirisu ook niet de zwaarste, dus daar had ik beter over na moeten denken. Oh, nee, dat is niet waar. Bite de Pachirisu. Great Attack doet helemaal niks. Misschien dat we ook maar even beter Pokémon kunnen gaan vangen trouwens, want dat is ook wel handig. Omdat het natuurlijk, voor mij hebben we hebben niet alle Pokémon gevangen die we tot nu toe konden vangen. Ik heb namelijk al wat meer Pokémon gezien dan ik dan we in de Pokédex hebben geregistreerd. Daar komt het neer. Klaarjan nog steeds geen level omhoog, dat is jammer. Soeren zie ik, oh die is omhoog gegaan, oké, dat is prima. Sami omhoog, Breezel omhoog. Dat zou wel eens interessant kunnen zijn, want die moet ook nog eens gaan evalueren. Aqua Jet doen we niet, want we hebben al een water Pokémon. Oh, we lost. Did you know, you can dig up fossils in the Grand Underground. Those fossils can be turned back into Pokémon at the Mining Museum. I think we'll go visit the TV station in Jubilife City next. Nou, dan zijn we hier klaar. Eindelijk, en dan gaan we de grot in, jongens. We kunnen ook het fossiel brengen, want die hebben we de vorige keer in de aflevering met de niet. Hebben we die dus opgegraven. Ik ga even vissen. Ik kan helaas niet surfen, maar vissen kan wel. Nog een keer. Ik ga het gewoon proberen. Totdat we één Pokémon tegenkomen. Ik hoop geen Magikarp. Want ja, dat is eigenlijk wel voor een Oddrot. Dus een Oddrot meestal geschikt is. Een Magikarp. Nou, dat gaan we niet worden voor mij. Want na drie keer vind ik het ook wel weer genoeg geweest. Even kijken, wat is dit? Mooie god trouwens hoor, met dat water. Vind ik altijd wel leuk. Ligt hier misschien wat verborgen? Nee. According to one theory, Mount Cronut is where the Sinnoh-region began. In a newly created world, a world where only time flowed and space expanded, there should have been no strife. But what became of that world? Because the human spirit is weak and incomplete. Strife has spread. This world is being ruined by it. I find the state of things to be deplorable. Oké, waarom loop ik nou weg? Waarom doet hij dat? Zeggen, waarom gaan we aan het rand voor zo'n gozer? Dat moet je niet doen. Hier ligt niks schandalig. Oh, rot, we hebben trouwens wel rots, maar je zat even te denken van dat hebben we maar niet. Maar dat hebben we wel. Dat is mooi. Kom op, Bidoof. Help even mee. Super. Oh, ik wou het zeggen. Waarom kunnen we niet verder lopen? Een Meditite. Nou, nieuwe Pokémon. Dat is dus een Pokémon die we nog niet hebben. Laten we dan meteen even in de Pokédex kijken, denk ik. Wat gaan we doen? Ik denk dat voor een Grassnot. Dat moet wel lukken. Meditite is niet super zwaar. Kijk, perfect. Ik dacht even dat... Nou, nu gaan we eraan, maar het valt mee. De schade is precies goed. Roselia. X. Pokéball. Catch. Juist. Dat is mooi. Meditate data to the Pokédex. It meditates in order to build up its mental energy. It's said to eat just one berry a day. Vind ik toch zo knap, hè, dat mensen dat kunnen. En dan ook nog gewoon redelijk gespierd en gewoon op gewicht blijven. Ik kan dat echt niet.
Rock Smash is handig nu, maar ik zou niet weten waarom we ja, ook niet de rest van de TV even bekijken. Ik bedoel, ja, kijk hier. Hier, die had allemaal gemist, jongens. Hé, dat is lekker dan. Zo, hier ligt niks. Hier ook niet. Ja, volgens mij ziet hij ook niks liggen, dus start alsnog naar beneden gaan. Dat is een Geodude. Ja, prima. Dat is prima. Want daar hebben we Roselia voor. 5 keer zo snel als een Geodude. Misschien wel 6. Ik zou het echt niet weten. En kan dus een Geodude met Absorb in 1 keer neerhalen. En krijgt er ook nog eens HP bij. Wat wil je nog meer? Goeie vraag. Nou. Dan gaan we nog naar beneden. Anders moeten we omlopen. Maar we hebben in ieder geval een Eater gevonden, hè jongens. Dus zo. Waar zijn we dan? Oh ja, zijn Hartum City dan komen. Oh nee, dat is niet waar. Route 208. Oeh, wat een mooie route dit. Moet je kijken. Oeh, dit is wel een interessante route zeg. Even kijken hoor. Wat kun je allemaal doen? Haha, you're just a little kid. How you're supposed to beat a big man like me? Zal ik jou dat even op mijn gemak laten zien? Hiker Robert. Met je Geodude. Als deze Pokémon niet hoog is qua level, ga ik toch behoorlijk schitteren. 17. Hey jongens, kom op zeg. We hebben net een gym verslagen van level 20. Pokémon bedoel ik dan. En dan krijgen we dit soort Pokémon op ons afgestuurd. Klopt toch niet? Klopt niet. Nog een Geodude? Als die geen 45 is, dan weet ik niet. Oh, maar dat is het. Ja, nee. Pokémon logica, jongens. Pokémon logica. We verslaan net een gym van. Nou, het level rond de 20. En nu. Zijn ze level 17. I'm a grown-up, but I've got served by. But I got served by some little kid. Wow, you're sure impressive. I guess it makes no difference if you're young or old in Pokémon battles. This Karate Man will pulverize you. Nou, ook prima. Dit is echt de geschikte, de perfecte route. Geschikte route is niet helemaal een goed woord. De perfecte route voor Roselia dus. Hè, want vecht Pokémon doen niet super veel schade. En ja, Rock en Ground type Pokémon zijn wij 4 keer snel tegen of sterk tegen. Dus ik vind het allemaal prima. Kijk, dit is helemaal mooi. Want ik kan hem ook nog een Oh, een crit. Oké. Okay. Nou, dat is zeker mooi. Maar ik weet niet of het dan standaard een 1-hit KO is. Level 26 alweer. Ook mooi. Goed gedaan, Blastoise. Je bent geweldig. I still lack power. En volgens mij moeten we alleen nog een Shiny Stone hebben om Roselia te laten evolueren. I need to work out more. My Pokémon does too. Oh, toch gaan ze dat item weglopen. Hè? Toch... Ik wist niet dat er hier eentje lag. Een beetje een gekke plek ook, maar ik had het natuurlijk al lang moeten zien. Hier ook niet. Hier ongetwijfeld. Hier moet wat liggen. Nou ja, zeg. Kan niet hoor. Waarom dan niet? Meneer. Laatste meneer. If I beat you, will you share some food with me? Nou, dat moet toch wel kunnen. Dat moet wel kunnen. We zijn echt niet de moeilijkste. Oh, niks. En Grassnot. Heeft T-Sturdy. Oh jongens, het is ongelooflijk. Smackdown, ja prima. Toffe animatie weer. Ik vind het echt een toffe animatie dat. Want je doet echt je Onix, weet je, zo'n close-up met die Onix. Echt gaaf. You defeated Hiker Jonathan. We were starved for food and now we're starved for a win. Ja, ja. I feel even hungrier. Maybe I'll chow down some berries. But should I eat, really eat berries? What am I? A Pokémon? Nee, dat ben je niet, dus ik zou het niet doen. Meneer de Hiker wil berries gaan eten. Nou, zou ik hem afraden. Pokémon. Ik snap het niet, jongens. We zijn al... De tweede is weer voorbij. Je krijgt wat Pokéballs en level 16 Pokémon volgens deus. Wat is dit nou voor uitdaging? Don't say a word. Just take it.
Of die stand. Oh, wat is dit voor interessant? Go to Route 209. Head to the Grand Underground. Listen to the Stone Pillar. Talk to Spelunkers. Oké. Volgens mij zei je niet al wat over de vorige aflevering. You and I. Let us create a scene of a fantastic tableau of battle. Als dit geen smeerdoel is, dan weet ik het niet meer. Ja, mag ook nog wel van mij een Mime Junior voor deze man, maar ik had niet geraden. Ik zou eerder zeggen een smeerdoel. Confusion, dat wordt gevaarlijk, want dat is echt wel effectief. En het is van een Mime Junior, dus dat wordt iets meer schade dan van een Meditite, denk ik. Omdat Mime Junior een hogere special attack heeft. Of een special attacker is, moet ik dan beter zeggen. Wel, als ik hem zo zie, die Mime Junior zo, dan vind ik hem wel een stuk leuker dan normaal. Hoe ik al gewend ben. Nu ziet het echt tof uit eigenlijk. Niet erdoor gevangen, maar wel leuk. Een Bonsly. Oké. Ja, die kan ik. Ja, de Mimic Pokémon. Die kan ik nog wel ergens vinden, die Bonsly. Maar ik had er ook echt een Smeurder verwacht. Ja, dat is meer met schilderen. En ik vind het meer. Ik vind die man meer een schilder. Hè, met zijn ding zo voor op zijn buik en dat hij voor zich hangt. Dat is toch een soort van bord of tekenaar. Tekenaar? Nou, dat is toch een Smeurder. Artist. Die artist. Hè? Ze zeggen het ook nog artist. Magnificent. I'm a glow with inspiration. Hartstikke fijn. That battle will surely become a stupendous masterpiece painting. I shall title it Pokémon Can Win. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat hij heeft gezegd. Ik heb het niet opgeslagen. Ik heb het wel voorgelezen, maar ik heb het niet opgeslagen. Heb je dat wel eens? Two raspberries. Oh, nee, is niet snel. En two pineberries. Voor mij zijn dat geen slechte berries. Dat was berries die, als je Pokémon ze vasthouden, niks doen. Maar dit zijn wel handige dingen volgens mij. He, raspberry doet HP dingen ook. Citrusberry. HP toevoegen. Everyone seems to call me the Berry Master. I hand out berries daily because I want people to learn how wonderful they are. You are deserving of one. Tomato berry. Interessant. Berries are gifts of nature. I encourage you to feed berries to Pokémon. That will make Pokémon happy. Seeing that, people will be motivated to plant more berries. And that will make a Sinnoh a greener, more natural place. Are you the forgetful type who loses track of where berries are planted? Yeah. Yes, I thought so. I'm the same way. Town map shows you where there are ripe berries that are ready to be picked. Would you like some berries? They're all plump and ripe. Nee, ik ga ze niet kopen, sorry. Maar ik dacht, nou, ik krijg misschien iets van een Pokédex app van een meisje, maar nee hoor. Gier. Oh, you want to have a battle? I was meaning to enter a super contest show. But beating you won't take long. Oh ja, dame. Oh ja, Aroma Lady Hanna. Oh, Kobe. Dat is even niet wat nodig hebben, jongens. Oh, noeien. Ja, als we daar Poisonteller gehad. Ja, die hebben we niet. Dat is handig geweest. Dan hadden we in ieder geval iets aan schade terug kunnen doen. Dat is wat ik wilde zeggen. Want nu moeten we echt switchen naar een andere Pokémon. Budbite, dat is neutraal. Doet trouwens heel weinig schade. Maar een Spark, dat moet het helemaal goed maken. Kijk eens aan. 1, 2, hoppa. Oh, dat meen je niet. Nou, is het gelukkig zo dat ook Roselia daar niet veel schade tegen had kunnen doen. Nou, dan gaan we met Klaas-Jan. We gaan een keer Klaas-Jan doen. Maar, ja, dat wil zeggen. Ik moet alsnog switchen. Alhoewel, ja, dat had ook gewoon voor dinners kunnen gaan trouwens. Voor Bite. Agility, Venoshock en Knock-Off. Laten we eerst even beginnen met deze. Knock-Off. Kijk eens aan. Hij is wel groot trouwens, die Scorpion. Ongelooflijk, ik had het niet verwacht. Had ik niet verwacht dat hij zo groot was, maar kijk joh. Kijk.
72 euro, dat is echt niet verkeerd. En Peppy naar level 29. Dat is mooi. Oh, you have beaten us. Oh, you have us beaten. Dat is voor mij geen goed Engels. Dus daarom was het verslag. You and your Pokémon have so much energy. I think you would do well in Super Contest Shows too. Dat zijn we al geweest. Dan gaan we toch even naar Pokémon kijken. Wat ze... Rosalie hebben we nog even trainen. Ja. Nee, we gaan zo. Dan gaan we naar Sami. Dan naar Scorpio. Nee, doen we niet. Dit was de volgorde. Was deze erbij gekomen? Ja, oké. Doe het even zo. Doe het heel veel zo. Maar Scorpio wil uiteraard ook gaan trainen, want die willen natuurlijk naar een Drapion hebben. Hey. If you say Heart Home City, I only say this. Super Contest Shows. I'm going to enter my darling Pokémon in them. Heart Home City is a great place. Every year it gets voted the most desirable place to live in Sinnoh. Nou, we staan wat te wachten volgens mij, jongens. Want dit klinkt positief. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Oh, dat ziet er heel raar uit. Hij komt half aan steten, half aan schuifelen, half aan lopen. Oh, thank goodness that you happened to be there. If it weren't for you, who knows how far away my Binary could have run. Baby Binary, back into the Pokeball, you go. En waar is die? I'm Caria, I'm a Super Contest Show Judge. Show Judge. Please drop by the contest hall so I can thank you properly. Ja, dag, geef dan meteen een cadeautje of wat dan ook. Ik ga me niet voor lekker houden. Chance is daar zo'n oude meneer. Dan zie ik hier zo niks verder. Een hiker. Daar is een hiker. Daar is dicht. They found an egg at the Pokémon Nursery in Solation Town. I heard that they found eggs in the Johto region too. Do you want the Pokémon egg? They found this at the Pokémon Nursery in Solation Town. Want to take it? Ja, natuurlijk. Ah. We moeten toch even naar Pokémon Center. De rest van de mensen gaat even... Hij ziet er interessant uit. I'm visiting here all the way from the Hoenn region. I've been hoping to find Contest Hall, but being new, I lost my way. Fortunately, the local people were very kind to lead my destination. I was impressed by the kindness and generosity of the complete stranger. Now, may I offer you the courtesy to show you the Contest Hall? Ik dacht eigenlijk dat we een fishing rod zouden krijgen. Maar goed, dat is niet waar. Dat ziet er ook mooi uit, iets van een kerk of zo. Maar dat nou, gaat er niet aan toe. Oh, nee, dat Pokémon Center gaan we zeker even heen. Oeh, wat is dit? This is the content hall. Please, do go inside. It's made me happy knowing I've helped another person. Heel mooi. We gaan eerst even dat ei ophalen. En dan komen we nog steeds niet vooruit met Pokémon evoluties. Had ik vorige keer in Janiet's aflevering. De aflevering van Janiet beloofd. Maar we gaan toch even wat ei ophalen. Waar ben ik mee bezig? Hier zo. Deze moet ik hebben. En wat voor nature is deze? Qwerty. Prima. Nou, wel aardig op Pokémon. We hebben nog een paar minuten. We zijn op 30 minuten. Oké, dat vind ik wel mooi afsluiten. Met dat ei. Ei is mooi afsluiten. Dan zijn we ook die gozer tegengekomen in de grot. Doe je wel een Pokémon egg? Ja. Want ik deed dit. Yes. Here you go. Is dat een Togepi? Nee, toch? Dankjewel. This is what I heard about eggs. If you take that egg and travel with energetic Pokémon, it will hatch. I remember someone announced that. Professor Elm of Johto, maybe? Kijk, hij zegt nog steeds hetzelfde. Nou, mooie afsluiter van deze aflevering. Een ei. We gaan even bij Pokémon Center staan. Opslaan. En dan gaan we in de volgende aflevering. Gaan even dat stadje doorlopen. Hè? Een soort van de samenvatting weer. En dan gaan we verder met de verhaallijn. Hopelijk vonden jullie deze video weer leuk. Ik had een vraag van vandaag gesteld. Ik weet het niet meer. Dacht ik. Wees creatief. Als je de vraag al weet, hartstikke tof. Weet je nog niet? Hoe is je dag vandaag? Laat me zeker weten beneden in de comments. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken. Jullie support wordt super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.